We zijn vandaag in Leiden in de Hortus Botanicus en naast mij zitten de organisatoren van het tulpenbal. Clemens van Stijn en Michael van Mecklenburg. Clemens, hoeveelste keer het tulpenbal? Dit wordt alweer de vierde keer. Vierde keer en nog steeds een groot succes? Het gaat steeds beter. Dus mensen komen van steeds verder en in steeds grotere getalen. Dus we zijn weer even gemotiveerd om er een mooie bal van te maken. Clemens, je zei net het is een groot succes geweest vorige keer. Het is nu de vierde keer. Jullie waren vorige keer in Amsterdam. Wat gaat er dit jaar gebeuren? Dit jaar weer dezelfde locaties. Dus we beginnen op de vrijdag in de Industriële Grote Club. Daar beginnen we met eindtansen. Dan krijgen mensen nog even dansles van Michael om eventjes de pasjes goed in te studeren. Dan op de zaterdag zitten we weer in de Koepelkerk. Prachtige locatie natuurlijk. Maar we hebben er ook iets nieuws aan toegevoegd. Want nu gaan we op de zondag hebben een polo-picnic in Vreeland. Ja, en Michael, you're here back today because you're going to get your master's degree. Yes, exactly. I finished my studies in January or beginning of February in international studies or international relations. So that has been a big part. Yes, of course. But you see each other more than just at the Tulips Ball. Of course. We try on such occasions as today when I come back or when he's coming to Munich that we meet up and, yes, you know, yeah, see how old times were and are. But you visit a lot of other balls as well. Well, yes, I try, and I mean it's now coming up. It's going to be the season, so there's lots to be looked at. Yes. So I mean, from the Tulips Ball to Karlsbad to Germany and Munich, there's lots to look at and to dance, and I think that's also what we are looking for in the spring. Yes. Clemens, er zijn natuurlijk een heleboel bals, wat ik net al met Michael besprak. Het is ook eigenlijk een heel internationaal gebeuren, hè, dat tulpenbal. Dat klopt. We hadden afgelopen jaar mensen uit 23 landen die overkwamen. En dat vinden we eigenlijk juist leuk, dat mensen van zover willen reizen voor een feest dat wij organiseren. Hele leuke cultuur natuurlijk. Ja. Ja. En een andere vraag is, hoe ben je er eigenlijk toe gekomen om ooit een eigen bal te gaan organiseren? Nou, ik heb natuurlijk gedebuteerd, dat was nog bij u, 2008. Dat was een prachtige ervaring. En toen werd ik uitgenodigd voor bals in het buitenland. En dat duurt gewoon een heel weekend. En ik dacht, dat missen we toch nog steeds hier in Nederland. Dus toen hebben we de stoute schoenen aangetrokken en toen gewoon gedacht van laten we het eens uitproberen. Dat is een beetje een uit de hand gelopen hobby, denk ik. Dus het is belangrijk dat mensen nu zich gaan aanmelden bij jullie, want ik neem aan dat de inschrijving geopend is. Dat klopt. Het gaat ook al best wel snel. Dus als mensen erbij willen zijn, dan moeten ze dat snel doen. Want bal is natuurlijk al, komt er al aan. 18 tot en met 20 mei. En zijn er nog plekken beschikbaar? Zeker, we hebben nog kaarten beschikbaar. Ook voor na het diner, voor mensen die misschien tijdens het diner niet bij kunnen zijn, die kunnen alsnog aansluiten om mee te dansen. Dus dat is zeker mogelijk, ja. Maar als je nou het hele weekend even bekijkt, Clemens, kun je dan een beetje chronologisch melden van wat gaat er gebeuren? Nou, we beginnen dus op de vrijdag in de Industriële Grote Club. Dat heeft een iets informele karakter. Dus we zitten daar niet bij in rok, maar jasje, dasje en in een cocktail. Dus dan voor de mensen die daar behoefte aan hebben, kunnen nog eventjes de danspasjes instuderen. Michael zal die lessen verzorgen. Dan hebben we ook daar een diner. En dan wordt er inderdaad gedanst. En op een gegeven moment gaan we met z'n allen aan de piano staan. Dan gaat er iemand achter zitten en dan zingen we hard mee. Het is een beetje te breken. En dan de volgende dag hebben wij een excursie in Amsterdam met een lunch. En dan s'avonds het bal in de Koepelkerk. Dus dat begint rond 6 uur en dan hebben we eerst een receptie. En dan zeggen we even iedereen gedag. Ja. En dan gaan we allemaal aan tafel. En zoals Mike ook zei, we hebben inderdaad een tafelindeling. En daarmee proberen we gewoon een hele mooie, leuke balans te maken van internationale tafels. En mensen worden ook ingedeeld op leeftijd, interesses. En ook talenkennis natuurlijk, want je wil wel dat mensen met elkaar kunnen communiceren. Dat is heel belangrijk. En dan na het diner, dan wordt er flink gedanseld in de late uurtjes. En op de zondag hebben we dan de polo-picnic. The foreign guests, could you translate the program of the whole weekend for me? Yes, of course. Well, it will be business as usual. We will start on the Friday with the pre-party, or the Eintanz, as the Germans would call it. And for those interested, we'll study some of the dances, and Michael will teach them the Friesenrock and the quadrilles.
And then on the Saturday we'll have an excursion somewhere in Amsterdam with the lunch, and then in the evening we'll have the ball. We'll start off with the reception and to greet everyone, and then we'll be seated and have dinner, and during dinner we'll have entertainment, singing and then orchestra and also an auction or charity. And afterwards we'll dance until, well, it's probably as light as we are sitting here now. And then on the Sunday we'll have a polo picnic. Nog even de laatste vraag. Waar kunnen de mensen zich melden die denken van nou, ik vind het toch eigenlijk wel heel leuk om naar dat tulpenbal toe te gaan? Op onze website www.tulpenbal.com. En daar kunnen ze kaarten bestellen. En als ze vragen hebben, kunnen ze ons altijd mailen. Het e-mailadres staat ook op de website? Dat staat ook op de website. Goed zo, goed zo. Ik wens jullie heel veel succes met deze vierde keer dat jullie het tulpenbal organiseren. En jij, congratulations on your master's degree. Bedankt. En nou, we zien jullie wel op het tulpenbal. Hartstikke leuk. Zie ik daar. Prima, dankjewel.